hagelslag. Zal ik een boterham met hagelslag maken voor jou, schat? Ja. Oké. Okay. Kom jij hier staan? Zal ik het naar hier schuiven? Ja! Oeh, hoe was dat? Oepa! Zo, hè? Zo. Hallo iedereen, goedemorgen. De bokken. Kan jij een doosje open doen? De bokken. De bokken. De bokken. Welkom bij deze nieuwe video. Ik heb net... Ik heb de bokken smeren. Kan jij de bokken smeren? Ja, ja, ja. Wij zijn net wakker. Mama is al gedoucht. Ik ben ook wakker. Jij bent ook wakker, hè? Mama was net klaar toen jij wakker werd. Ga jij smeren, schat? Ja. Zo. Ik ga het zelf. Ga je met de handje smeren? Oké. Okay. Ja, met de handje is misschien makkelijk. Mia Loetje, die is haar boterhammetje mee aan het smeren. Dan kan ze dat opeten. Ja! En dan... Nog een beetje hagelslag erop. En dan gaan wij jouw boekentasje ook nog maken. Mama moet zich ook nog opmaken. Ik wil confituur hebben, mama. Confituur? Ja. César, die is gewoon nog aan het slapen. Dat is echt de eerste keer in een half jaar of zo. Mama. Goed, zijn schatje. Het is bijna 7 uur. Zal ik de boter nog een beetje verder verspreiden? Dan kunnen we de hagelslag erop doen. Ja. Een beetje uitsmeren. Maar ja, César is dus nog aan het slapen. Het is vrijdag vandaag en César moet niet naar de opvang op vrijdag. En Mialoetje, die gaat naar school. Maar ze hebben een uitstap vandaag. Dus ik denk dat ze een hele leuke dag gaan hebben. Ze hebben alleen een beetje pech met weer. Want het is heel regenachtig. Dus ik hoop dat het nog gaat stoppen met regenen voor hun. Maar ik heb mijn meer. Ja, je hebt nieuwe fans, hè? Ja, de zwarte. Dus... Ja, jij mag dat doen. Oké, dat is goed. Dat is goed, stop. Mimi, als ik stop zeg, dan stoppen we. Maar dus, Mia Loetje gaat op uitstap, dus we moeten haar boekentasje nog maken. En... Oh ja, met de vingers, natuurlijk. Wacht, ik ga wel een beetje naar hier brengen. Zo, dan kan je dat hier nog beter verspreiden. We moeten de luiertas nog maken, haar boekentasje nog maken. En wij gaan iets eten. Amai, sorry. Om 10 uur hebben we afgesproken om iets te gaan eten. César gaat dus gewoon mee, want die is thuis vandaag. En deze middag gaan we met César voor de eerste keer naar de kapper. Mm-hmm. Ja, dus dat is wel spannend. En is hij mee? Jij bent nog op school dan. Voilà, dan is jouw boterhammetje met hagelslag helemaal klaar. En kan jij dat opeten? Ga je dan de salontafel opeten, schat? Ja. Ja? Laat het maar staan, laat het maar staan. Want we moeten jouw boekentasje nog... Goed, schat. Je hebt gelijk. Eigenlijk opruimen, dat is heel belangrijk. Zet het maar hier op. Hagelslag. Dan moeten we dit opzij zetten. Oh, César is wakker aan het worden. Is aan mij, hè? Is aan mij. Ga je die meepakken? Ja. Oké. Okay. Goed, we gaan eerst César halen en dan alles verder hier doen. Kijk eens wie er ondertussen ook wakker is. Wow. Heeft gewoon tot 7 uur geslapen. Ik zeg het, dat is echt 6 maanden of 9 maanden of zo geleden. En schat, normaal ben je altijd veel vroeger wakker, dus dit was ongelooflijk. Heel, heel goed. Vier schepjes. Maar ja, de kindjes hebben dus hun eerste echt goede nacht gehad. Sinds dat wij terug zijn van Spanje. Mia Louis mee ontbijtje aan het maken in de keuken samen met Andres. Met papa. Met papa, ja. Samen met papa. Gewoon een beetje pindakaas. Ja. Dus ja, wel heel leuk. We zijn heel blij dat ze goed geslapen hebben allebei. Want... Het is nu nacht 4. Ja, nacht 4. Sinds we terug zijn van Spanje. En de afgelopen nachten waren echt... Ja, ze hebben
Ofwel Mialou ofwel César wel elke nacht mee bij ons in bed gelegen. Maar deze nacht heeft ze. Pas op met wat je zegt, hè. Want sommige volgers gaan wel zeggen dat dat niet oké is, hè. Dat maakt mij nu eens echt niet uit. Mama, zit dat opzetten? Want dat is wel helemaal oké, schat. Ja. Maar ja, dus hebben we echt goed geslapen. En dan zijn we klaar voor een nieuwe dag. César, ga je nog een beetje eten? Papa aan het proeven van de pindakaas? Nee, Mialou. Nee, papa. Mialou ook. Maar César is ook echt rustig deze ochtend. Hij is echt chill. Alleen niet dat hij anders ambetant is of zo, hè. Dat bedoel ik niet. Maar anders is hij veel drukker of zo. Nu is hij veel rustiger. Is het? Hallo iedereen, we zijn 2 dagen later. We zijn zondagochtend. Ik denk dat ik enkel vrijdag gefilmd heb. Gisteren heb ik niks gefilmd volgens mij. Ik ben nog steeds een beetje verkouden. En César ook. Hij is ook een beetje hees. We zijn dus vrijdag met César naar de kapper geweest. Hij is nog in zijn pyjama en zo, dus ik moet nog een beetje dingen, maar... Oh, is echt een jongetje ineens. Geen baby meer. Dus dat hebben we vrijdag nog gedaan. En voor de rest, ik weet eigenlijk niet meer... Ja, César is een jongen, hè, schat. Voor de rest weet ik eigenlijk niet meer zo goed wat wij vrijdag nog gedaan hebben. Maar gisteren heb ik ook niks gefilmd, denk ik. Want dan zijn we naar de Strong Viking geweest. Andres heeft meegedaan. Dat is zo'n obstacle run. We was in Gent, dus we zijn daar naartoe geweest. Kindjes zijn ook mee geweest. Oh, schatje. Ik heb met de kindjes een beetje rondgewandeld. Terwijl Andres meedeed en daar wat gespeeld en gedaan. En wat gesupporterd. Het was wel leuk. Alleen heeft het wel zo'n beetje geregend. Dus dat was een beetje lastiger. Maar oké, we survived it. En schat, we hebben het overleefd. Ja. En vandaag, of ze biedt, hebben we het communiefeest van Andres zijn petekindje. Van 11 tot 2 is dat volgens mij. Dus wij moeten binnen 20 minuutjes of zo vertrekken. Andres is gaan douchen. Ik ga de kindjes... klaarmaken, aankleden. Oh, koekoe. Het is alleen niet de ideale timing voor César zijn dutje. Want ik denk eigenlijk dat hij stilletjes aan Sabiet terug een dutje zou willen gaan doen. Maar ja, dat gaat dan niet lukken. Dus we gaan even zien hoe we dat gaan oplossen. Maar het komt wel goed. Dus ik ga de kindjes aankleden. Boemba, ja. Wil jij eerst nog even iets eten? En dan aankleden. We zien wel. Maar dat staat dus op de planning voor vandaag. Wij zijn terug thuis van de communie. Mialoetje ligt hiermee in de zetel met mij. César is een dutje aan het doen. Ik hoop dat hij een goeie dutje doet. Want ik denk, wij denken dat hij ergens last van heeft. Hij is super hees. En hij kwijlt ook heel hard. Dus ofwel komen er tandjes door. Ofwel heeft hij misschien last van keelpijn of zo. Van het hees zijn. Dat hij daardoor misschien ook meer kwijlt. Ik weet het niet. In ieder geval, hij was echt niet zo happy. Ja, sinds we vertrokken zijn eigenlijk. Het is nu 4:30. Andres is nog even ergens naartoe. Dus ik ben even alleen met de kindjes. En ik ben blij dat César aan het slapen is. Mialoetje is ook moe. En schatje, je bent een beetje moe, hè? Ja. Maar het was wel een hele leuke communiefeest. Het was echt super fijn. En super veel geluk ook met het weer. Want dat kon gewoon allemaal in de tuin. Allee, dat was sowieso de bedoeling. Maar er stond ook wel een tent en zo. Maar ja, eigenlijk hebben ze die niet echt nodig gehad. Omdat het gewoon super mooi weer was. Dus het was wel super fijn. Er was ook een springkasteel. Dus daar hebben de kindjes ook wel goed in gespeeld. Maar wij zijn dan vroeger doorgegaan. Omdat César echt heel moe was. En heel lastig. Hij voelde zich gewoon, je merkte dat, hij voelde zich echt niet goed. Dus ik hoop echt dat hij nu een goed dutje kan doen. Dat hij... zich sowieso al terug wat fitter voelt of wat uitgeruster. Maar ja, ik heb geen idee waar hij last van heeft. En hij kan het natuurlijk ook nog niet vertellen. Dus we zien wel. Ik heb voor mezelf nog een theetje gemaakt. En ik ben zelf ook echt super moe. Ik weet niet wat dat is de laatste weken. Maar ik heb zo het ene na het andere. Het is ook ermee dat ik de laatste weken niet veel video's heb gemaakt of... gepost of geüpload. Omdat ik begon soms wel. Maar ik ben dan een week echt heel verkouden geweest. Maar eigenlijk zo goed als geen stem meer te hebben. Dus dan kan ik natuurlijk niet filmen. Want kan ik zeggen. Of het is niet verstaanbaar. Ik ben nu nog steeds verkouden. Ik had
vrijdagavond, ah ja, dat heb ik niet gezegd, maar vrijdagavond of vrijdagnamiddag begon ik echt heel felle hoofdpijn te hebben. Heb ik migraine gehad. En it keeps on going. Echt mijn puisten hier ook. Ik weet echt niet wat het is. Mijn lichaam is helemaal uit balans volgens mij. Maar ja, ik kan mijn vinger er niet op leggen wat de reden is of hoe het komt of wat ik eraan kan doen. Dus lastig. Oh, César is al wakker. Dat kan toch niet? Hij is een half uur aan het slapen. Hij is sowieso nog niet uitgerust. Oké, de kindjes liggen in bed. César is echt niet zo goed. We hebben hem net ook een beetje Nurofen gegeven. Hopen dat hij een beetje de pijn of zo wegneemt. Ik zeg het, we weten niet hoe hij heeft, waar hij is. Maar Andres is ook terug thuis. Ondertussen. There he is. En ik had vrijdag nog een pakketje van de H&M toegekregen. Ik had dat gezegd dat ik dat besteld. Maar ik moet het nog open doen. We zullen eens zien, hè. Ah ja, eerst en vooral had ik voor Mialou... Fibo kwam even mee. Had ik dus voor Mialou een aantal bikershortjes besteld. Dat was zo een pakje van 5 met allemaal basic kleurtjes, behalve deze dan. Maar ja, mijn t-shirtje erop kan dat ook wel heel cute zijn. En ik heb eigenlijk besteld om in de zomer mee onder haar kleedjes te kunnen aandoen. Zodat als zij in de speeltuin of zo is, of weet ik veel wat, dat zij niet altijd met haar onderbroekje bloot loopt. Want dat is niet de bedoeling. En ja, zij is niet echt een rustige of zo. Ze is redelijk wild en brut. En zij is daar allemaal niet mee bezig. Wat ook helemaal normaal is natuurlijk voor een kind van 3 jaar. Maar ja, wij willen natuurlijk niet dat zij een tijd met haar poep bloot loopt. Of met haar onderbroek bloot loopt. Dus vandaar kan ze dit dan onder haar kleedjes aandoen. En dan is het toch allemaal een beetje meer bedekt. Daar voelen wij ons net iets beter bij. Voor haar. Dus dat wou ik eigenlijk, en dat is eigenlijk de reden waarom ik ging bestellen. Maar dan zag ik ook nog deze 2 leuke bonnetjes voor César. Voor deze zomer ook een setje van 2. Hier met schildpadjes op en hier gewoon even. Maar het was wel allemaal 15% korting voor H&M members. Dus ik dacht, ja, ideaal voor bodies of zo te kopen, want die van H&M zijn wel echt heel goed. En hij heeft niet zo heel veel bodies voor maatje 80. Dus dat heb ik dan nog even bijbesteld. En dan, dit kon ik niet laten liggen. Too cute. Jij gaat dat ook heel schattig vinden. Ik heb dat zowel voor Mialou als voor César besteld. Maar dan in een andere kleur allebei. Check dit. Oh my god. Dat gaat zo schattig zijn. Kijk. 2 berenzonnebrilletjes. Deze is voor César en deze is voor Mialou. Maar allee, deze kan hij eigenlijk ook perfect dragen en zij deze ook. Dus we zullen zien welke dat ze graag willen. Maar ja, dat heb ik dus ook mee besteld. En dan deze, die vond ik zo, zo leuk. Ik heb voor de eerste keer een paar schoentjes bij de H&M besteld. Mialou heeft bijvoorbeeld wel al wat schoentjes van de Zara gehad en draagt er nog steeds een aantal van. En die zijn eigenlijk echt prijskwaliteit heel goed. Van de H&M hebben wij dat nog nooit gehad. Maar deze vond ik zo leuk. Die lijken een beetje op die Nike schoentjes. Maar ja, deze zijn dan natuurlijk wel een pak goedkoper. Want ik denk dat die €20 waren of zo. Ik moet alleen eens even zien. Allee, en dan ging er nog 15% af, hè. Dus eigenlijk, allee. I mean... Anders is al met zijn ogen aan het draaien. Maar ik heb in deze schoenen heb ik een 18-19 gepakt als maatje. Omdat de volgende maat was een 20-21. En César heeft nu bijvoorbeeld in de Vans heeft hij een 19. In zijn grijze schoentjes heeft hij maatje 20. Maar aangezien dat H&M in kledij redelijk groot valt voor kinderen. Want gelijk die bodies zijn maat 80 voor César, terwijl hij maat 86 begint te dragen bij een Zara en zo bijvoorbeeld. En die shortjes vormen jullie ook maat 92. Want anders, ja, dan zwemt zij erin. Dus ik denk eigenlijk, die lijken mij wel echt redelijk groot. Dus ik denk wel dat ik blij ga zijn dat ik deze maat heb gepakt. Maar we gaan ze morgen of zo eens passen. En anders kan ik ze altijd gaan omwisselen. Maar die zijn wel echt mega cute, hè? Mm-hmm. Dus daar ben ik ook wel heel, heel blij mee. Ja. Voilà, ze.
nieuwe schoentjes voor César. En als ik het een beetje kan inschatten, dan lijken die mij wel redelijk groot. Dus dan gaat hij die misschien tegen de herfst en zo ook nog wel kunnen aandoen. Maar we zullen zien of dat ze wel passen. Wij hebben sushi besteld vanavond. Daar heb ik wel heel veel zin in. Ik ook. Andres ook. We zijn er alleen nog niet uit, voordat we even terwijl gaan kijken op tv, terwijl we dat gaan opeten. Dus dat gaan we nog even uitzoeken. Maar ik heb hier wel heel veel zin in. Even een beetje quality time onder ons, terwijl de kindjes al in bedje liggen. Oké, guys. We gaan de avond afsluiten. Andres is net terug. Is brood nog gaan halen voor Mia Lutje voor morgen. Maar dat was tegen Filouke. Is nog even buiten geweest met Filouke om een brood uit de broodautomaat gaan halen. Maar ik ga bij deze de video afsluiten. Want ja, ik zeg het, wij gaan direct gaan slapen. Want we zijn allebei stikkapot na een heel druk weekend. Dus we gaan gewoon echt op tijd ons bed in kruipen. En dan ja, hopelijk fris aan de week starten. Dus dankjewel om te kijken. Hopelijk tot de volgende keer. Bye bye.